Welkom bij de Technoloog nummer 274. Hallo Herbert. Hey Ben. Hallo Kees Verhoeven. Hi. De minister van Digitale Zaken. Ja, wat? De beste minister van Digitale Zaken die we nooit gehad hebben. Precies, die is het hè. Ja, oh wat zonde man. Gemiste kansen. Gemiste kansen. Waar is het misgegaan? Nou, met mij niet zoveel, maar het is misgegaan in het kabinet natuurlijk. Ja, hè? Zonde, man. Dat er geen minister gekomen is, bedoel je eigenlijk? Nou, ook, ja, natuurlijk je staatssecretaris. Man, minister van Koninkrijksrelaties zit erbij. Nou, ik had sowieso, kijk, hier gaat het vandaag niet over, maar ik had natuurlijk al lang besloten om het niet te gaan doen. Want wij hebben net een baby erbij en vier kinderen en allemaal mooie dingen thuis. Dus ik had al gezegd, even niet voor mij. Nee. Maar toen het de staatssecretaris werd, dacht ik wel van, jongens, wel erg maar. Zonde. Ja. En zeker nu ik zie dat het ook wel een smalle staatssecretaris is. Het gaat om digitaal. Ja, joh, veel te smal. Maar daar gaan we het niet over hebben. We gaan het hebben over cyberwar. War. Oké. Maar eerst hebben wij Dell. Eerst het volgende. Ja, precies. Met XPS laptops en notebooks van Dell ligt de wereld aan je voeten. Dankzij de toonaangevende technologie blijf je gemakkelijk verbonden met je medewerkers. Ben je productiever ook. De batterij gaat super lang mee en is geen werkdag te lang. De laptops zijn licht en hebben een mooi ontwerp. Haal het beste uit je bedrijf met Dell XPS laptops en notebooks. De perfecte balans tussen ontwerp en productiviteit. Wat dacht je daarvan? Meer informatie op www.dell.nl, Kees. Je ziet Kees echt story, zeg. Dit is luisteren. Gewoon... Kan ik dat of kan ik dat niet? Nou, dat doe je heel goed, ja. Ja, je zat echt zo te lachen. Dat doet lijkt wel toch een goed. Soort van professional. Ja, nou, wist ik dat je een professional was, maar niet op dit terrein. Nee, Oké. Erik. Wie weet waar je me nog meer je moet mee hoort hebben. Straks. Oké, jongens, kom op. We zijn nu bijna 2 minuten bezig. 1:48 is een slechte 5 minuten tijd ook nog. Oh. En we hebben nog steeds niet gehad waar het over gaat. Het gaat over cyberwar. Ja. Cyber, had je wel gezegd. Ja, maar nog niet de inhoud ervan. En nee. Het lijkt mij leuk, Kees. Ja. We hebben de landmacht, we hebben de luchtmacht en we hebben de marine en hebben we ook nog de cyber tegenwoordig. Ja. Het lijkt me leuk. Ja. Nu ben jij minister van niet digitale zaken geworden, maar van cyber. Dat valt onder defensie, denk ik. Ja. En doe even Rusland. Dus er is nu oorlog, ze sturen allemaal bommen enzovoort, maar ze zijn al maanden bezig ook met cyber. Hoe ziet jouw departement eruit? Nou ja, ik denk wel gewoon toch hetzelfde als het gaat om dat je manschappen hebt. Dus je hebt wel mensen, mannen en vrouwen, die toch aanwezig zijn op de plekken waar het gebeurt. Dus die zitten achter computers en die zijn bezig om te kijken of zij op bepaalde plekken vitale infrastructuur kunnen indringen. Dus die zijn zero days aan het ontdekken ze zijn virussen aan het bouwen om maar te zorgen dat ze iets kunnen doen. Je kunt dat natuurlijk ook mobiel doen. Je kunt dat natuurlijk ook in een busje doen. Je kunt dat natuurlijk op allerlei mogelijke manieren doen. Strand, hè, de Bahama's. Alles kan. Met de digitale grenzeloze verbindingen. Maar omstandigheden. Uiteindelijk heb je altijd iets nodig om binnen te komen. Je kunt niet zomaar ergens binnenkomen. Dus je hebt of een zwakte nodig als mens zijn. Hè, dus dat iemand aan de kant van de tegenstander ergens intrapt. Dan kun je via die val naar binnen. Social engineering. 90% van alle dingen gebeurt via die manier. Dus we hebben het altijd heel spannend over zero days. Ik heb ooit nog een keer geprobeerd. Misschien hebben we het daar wel eens over gehad. Dat ik ooit nog een keer geprobeerd heb om een wet te schrijven over zero days. Dat heb ik ook gedaan, ingediend. Maar de Kamer wilde daar helemaal niet meer over praten. Die vonden het ingewikkeld. Maar zero days. Dat de geheime dienst er vanaf moest blijven. Zero days zijn dus gewoon gaten, kwetsbaarheden, foutjes. Nou ja, dat weten jullie luisteraars ook wel, denk ik. Maar die moeten wel op een zorgvuldige manier gebruikt worden. Ook door offensief, defensief. Ja. Ook door defensie en de politie en de diensten. En ja. Maar je kunt ook via DDoS aanvallen. Je kunt allerlei mogelijke manieren gebruiken. Maar het zal uiteindelijk wel gekoppeld zijn aan computers. Die dus in verbinding staan met plekken waar je binnen wil. Of die wil ontwrichten. Wat ik graag wil weten over jouw cyberleger. Heb je nadrukkelijk toch nog 2 afdelingen. Namelijk cyberdefensie en cyberaanval. Ja. Dat is natuurlijk de discussie die al echt best wel lang gevoerd wordt. Moeten we wel of niet ook offensief? Je hebt de neiging om te denken. Ja, ik hang aan je lippen. Nou ja, ik hang ook aan mijn eigen lippen. Ik hoorde vanochtend op de radio dat Duitsland heeft besproken 2% NAVO-norm. Ja. Dus we hebben natuurlijk in Europa, ook op het gebied van cyber, hebben jarenlang gedacht. Ik weet nog dat ik in van die panels was en dan was ik ook heel braaf. Dan zei ik, jongens, niet offensief hoor. Dat doet alleen Israël en Iran en Rusland. En wij moeten dat als Nederland niet willen. Amerika en China. Maar de aanval is wel de beste verdediging natuurlijk. Ja. En de Nederlandse diensten hebben heel bijzondere dingen laten zien de afgelopen jaren. Hè. Een paar keer hebben ze echt toch wel semi-offensief. Hebben ze mijn wel vraag stappen ging gezet. Eigenlijk niet eens over of cyberaanval wel moet mogen. Mijn vraag ging eigenlijk vooral over of je daar verschillende eigenschappen voor nodig hebt. Of je daar verschillende instrumenten voor gebruikt.
Als zijn de dat aanval leger en verdediging, zijn dat niet heel verschillende dingen? Ja, dat zijn verschillende dingen. Anders dan in het leger, volgens mij. Kijk, we hebben het altijd over de digitale brandweer. Dat is dus, zeg maar, hè, als Nederland wordt aangevallen of als er een bepaald malware in omloop is, dan willen we dat daar snel op wordt ingespeeld en dat dat wordt gevolgd. Dat we weten waar iemand zit. Dat je misschien dat je sectoren kan aanwijzen die je beter moet beschermen. Dat je de plekken waar ze zitten misschien ook beter wil verdedigen. Dat is allemaal verdedigend. Als je gaat aanvallen, dan ben je echt bezig met het actief zoeken naar kwetsbaarheden die je gaat gebruiken. Dat is een heel andere tak van sport. Ja. En heb je ook een heel andere positie, hè? Want er wordt altijd gezegd, een aanvaller hoeft maar één gat te vinden en een verdediger moet alle gaten perfect weten af te dichten. Nou, wat ook natuurlijk zo is, we denken nog heel vaak van we moeten ze buiten houden. Maar wat ik begrijp van mensen die er echt heel veel verstand van hebben, zeggen ja, je moet ze als ze binnen zijn, moet je ze ook beperken. Dus je moet eigenlijk vanuit gaan dat ze binnen zitten en dan vervolgens daar eigenlijk weer de schade zo veel mogelijk beperken door ze op zo weinig mogelijk plekken toe te laten binnen. Maar alles buiten houden is een illusie. Ja, helder. Maar goed, even terug. Jouw departement heeft dus een aanvalslinie, want het zeg maar offensief en defensief. Die mensen offensief, die gaan dus inderdaad virussen maken en die gaan die zero days ontdekken. Lijkt me toch lastig. Kopen ze misschien dan ook van die commerciële bedrijven waar we het vaak over hebben gehad? Zeker, ja. En dan moet je ook nog, als je de zero day hebt, dan heb je eigenlijk alleen de fout. Ja. Kwetsbaarheid. Precies. Dan moet je ook nog een exploit maken. Een tool. Ja, een tool. Een klein tooltje om die fout te kunnen benutten. Ja. Nou, dat hoort er natuurlijk allemaal bij. En wat er inderdaad dan gebeurt, in het geval van Nederland, denk ik toch ook. Dat weten we als Kamer niet, hè? Dat wist de Kamer niet. De Kamer weet niet of politie, defensie en inlichtingendiensten in welke mate ze die tools kopen van bedrijven. En als ze het kopen van bedrijven, daar heeft de toezichthouder inspectie JNV, hè, die heeft daar twee keer een rapport over uitgebracht. Het ging over de politie alleen. Ja. Dus niet over het leger waar we het nu over hebben. Want de politie weten we dat bijna alle tools die de politie gebruikt heeft, ingekocht worden. Dus je koopt dan niet de door jouzelf bespeurde, met allemaal super slimme jongetjes met scheve petjes. Koop je niet die zero days waar je vervolgens zelf een tool van maakt. Je koopt gewoon een kant-en-klaar product. Maar wel een black box. Ja. Ah, waarvan je ook niet weet wat er allemaal voor data uit weggelegd. En je weet ook niet welke kwetsbaarheid gebruikt is. Nee, ook dat. Ja. En dus dat is die kant. En je hebt natuurlijk allemaal psychologen in dienst die social engineering zo verzinnen. Die slimmer zijn dan wat er nu al wordt verzonnen. Dus dat is in die aanval. En in de verdediging, dat zijn denk ik dezelfde type mensen. Nou, dat zijn de... Hoe groot wil jij je team hebben? Je mag echt maximaal. Je mag naar die 2% NAVO-norm. Ja, het wordt steeds belangrijker. Ik heb geen idee hoeveel mensen er nu op dit moment, zeg maar, wat het percentage is van de digitale tak bij politie en leger. Ja. Maar ik denk dat rond de 5-10% maximaal zijn en misschien nog veel minder. Dus wat ik zou zeggen is, zorg dat je daar wel echt gewoon veel meer mensen op gaat zetten de komende jaren. Tuurlijk, oké. Dus we verplaatsen je nu weer even naar minister van Cyber in Rusland. Ja. Nu weer even. En je gaat de Oekraïne aanvallen. Ja, dat gaat ook alweer heel... Nu maak je dit is ook alweer een zwart-wit ding. Wat hoezo? Niet zo zwart. Nou ja, statelijk. Je hebt natuurlijk attributie. He, dat is dus het aanwijzen van degene die het gedaan heeft. Dat is natuurlijk in Rusland of China zijn dat vaak collectieven, hackerscollectieven, die een semi-relatie hebben met de overheid. Dus dan is de attributie, de aanwijzbaarheid van de Russische overheid heeft gedaan. Dat hoor je altijd. Nee, maar dat hebben wij niet gedaan. Ja. Dus nu is het duidelijker. Dat is slim van jou als minister van Cyber, dat jij dus niet direct die mensen in dienst hebt. Je hebt allemaal mensen... Maar dat kan in Nederland... Kan dat natuurlijk niet. Nee, maar we gaan... Althans, in een rechtsstaat vinden we toch dat je wel redelijk omlijnd moet werken. Dat je zegt van jongens, wij gaan dit doen. Dat vinden wij dan als Kamer goed. Daar gaan we geld in steken en dan gaan we op deze manier werken. Dan willen we het liefst ook nog een soort Geneefse conventie met cyberregels. Terwijl in Rusland zeggen ze natuurlijk gewoon van jongens, we hebben een aantal van die groepen die verspreid over het land heel onduidelijk dingen doen. En die kunnen we ze nu dan eens even een opdracht geven en... Dat komt ons dan goed uit, maar we houden onze handen er wel vanaf. Hoeveel mensen? Dus wij vechten wel anders, hè? Ja, nou ja. We vechten netter. Ja, daarom ook digitaal. Nou, dat hoeft niet altijd zo te zijn, maar verlies je in eerste instantie wel. Ja, nee, maar even. Je bindt je eigen handen, hè?
Ja, maar dat is hetzelfde als dat we zeggen, ja, mensen, 20% van de mensen die vindt het dan wel prettig idee om zo'n sterke leider te hebben. En in China kunnen ze zo lekker doordouwen. En dan denk je, jongens, alsjeblieft, houd toch op. Ja, maar ga er maar een jaartje wonen, weet je wel. Precies. Je wil nog even niet... Dus wij willen wel netjes zijn. Jij wil nog niet mee met mijn gedachte dat je de minister van cyber bent van Rusland. Dus ik doe het even via een omweg. Ja. Wie is nu het sterkst? Weet je, de meeste atoomwapens heeft Rusland. De meeste vliegtuigen heeft Amerika. En de grootste... China. China ja, is het leger. Ja? Meeste manschappen, natuurlijk. China heeft 1 miljoen mensen. Ja, maar dat zijn mensen. Die, ik heb ook 1 miljoen mensen. En ze schijnen een leger te hebben van ongeveer 1 miljoen hackers. Oh, dat hackers was mijn vraag. Leger. Dat okay. was mijn vraag. Okay. 1 miljoen? Ik heb dat wel eens ergens gelezen. Ja, nee, dan is het waar. Nee, nou, we gaan over desinformatie gaan we het ook nog doen. 1 miljoen. Ze hebben echt zo gedesinformeerd. Ja, ze hebben echt een gigantisch leger aan mensen die in meer of mindere mate inzetbaar zijn om te hacken. Wow. Check het even. Ik doe er een kleine disclaimer bij. Ik heb echt wel eens gelezen dat China echt een heel omvangrijk leger aan hackers heeft. Ga ik daar al naartoe? Ja, ik ga er even naartoe. Waarom doen ze er dan niet meer mee? Of dat doen ze dat, er al? Ja, dat weet je niet. Hè? Dat is natuurlijk altijd een beetje de vraag. Laten we wel zijn. We gaan even van Rusland naar China dus nu. Ja, ik ga zo terug naar Rusland. Ja, jij leidt het gesprek, maar ik vind China mega interessant. Die hebben natuurlijk een ambitie om in 2035 op basis van technologie, en daar mag alles voor wijken, het machtigste land van de wereld te zijn. Ja. Dus was die 2049, maar daar wil ik niet over kibbelen. Nou, het is wel 14 jaar, maar 2035 is... beuken vol op technologie. Zij gaan vol op technologie. En dat doen ze dus niet op van meer innovatiebudget of zo. En meer fundamenteel onderzoek. Maar dat doen ze dus gewoon door universiteiten te bestoken, wat we laatst weer zagen. Maar ook gewoon keihard spioneren en stelen via de digitale sluiproute. En daar zijn die 1 miljoen mensen ook voor nodig dan natuurlijk. Die zijn daar ook mee bezig. Dus dat is allemaal onder. Dat zit ook allemaal. Ja, dat is echt een grote strategie van het land China. En die strategie van... Ik zeg altijd, Rusland zet lompe wapens in. He, dus DDoS. Dat is eigenlijk gewoon met heel veel geïnfecteerde computers, zombiecomputers, met z'n allen naar één plek. Dan valt die website plat. Maar je bent niet binnen. Je bent eigenlijk vooral buiten de boel aan het slopen. Ontoegankelijk aan het maken. Ja. Dat doet Rusland veel. Dat is natuurlijk wat Estland, geloof ik, als eerste in 2007. Ja. Waardoor zij nu, toen hebben hun lesje geleerd. He, de watersnoodramp van Estland. He, de aanval van, hadden ze een beeld weggehaald, hè? Estland had een beeld weggehaald, een groot beeld weggehaald. En dat was eigenlijk de reden om... Van Brezhnev of zo. Nou ja, een groot Russisch beeld. Staatshouders weggehaald. Ja. Ja, ik weet niet of het Lenin of Stalin of andere inderdaad. En toen heeft Rusland die eerste grote aanval ooit 2007 gepleegd. En toen heeft Estland zichzelf ontwikkeld tot het land waar we nu met z'n allen elk jaar 3 keer naartoe moeten als politiek om te gaan kijken. Dus die doet het. Ja. Maar oké, we kunnen even terug. Je bent nu die minister van cyber in Rusland. Ja. En je gaat de Oekraïne aanvallen. Ja. Een van de interessante, dat was met die wipe, met je malware. Dat schijnt er al in oktober of november in gezeten te hebben. Dat was een idee van jou. Dat is allemaal natuurlijk. Iedereen zegt van ja, waarom valt die nu aan? Ik denk dat er dus al best wel lange voorbereidingstijd geweest is. Je zou kunnen zeggen vanaf het moment. Je weet het nog wel. Nou, ik wil je aanvalstrategie. Nou, ik denk de aanvalstrategie is natuurlijk het woord wat je altijd hoort, is hybride. Dus, en dat is dan hybride tussen verschillende. Hè, dus fysiek en niet fysiek is hybride. Maar binnen digitaal heb je ook weer hybride. Ja. Dus allemaal verschillende vormen van aanvallen. Ja. Nou, dat is het plan. Dus het plan. Ik weet niet alle soorten. Maar ze doen dus inderdaad gewoon heel veel DDoS aanvallen. Ze doen een aantal ontwrichtingen op vitale infrastructuur. Proberen ze gewoon op allerlei manieren binnen te komen. De spullen uit te zetten. Ze proberen natuurlijk via mensen binnen te komen. Alle informatie te winnen. Dus ze zetten alle verschillende mogelijke digitale aanvalsmethodes zetten ze in. Dat doen ze. En op verschillende plekken. Dus eigenlijk ook zoals nu. Je ziet nu geloof ik Kharkov weer onder vuur. Dan weer via Belarus. Weer proberen zo snel mogelijk met een konvooi van meer dan 60 kilometer naar Kiev. Dus ze doen allerlei dingen tegelijk. En dat doen ze digitaal ook. Dus het is allemaal dingen door elkaar. Ja, maar de elementen is dus desinformatie, DDoS. Ja, maar desinformatie is een meer algemene... Nee, maar ik vind dat wel een oorlogsmiddel.
Ja, dat is het ook uiteindelijk wel. Alleen dat is natuurlijk een middel wat ze al vanaf... Dat zetten ze al 200 jaar in. Want worden via sms hoorde ik dan pas... Worden er geruchten verspreid over waar er voedsel te krijgen is of juist niet. Ja. En als je zo mensen voldoende in de war... Rusland staat vooral bekend om desinformatie en DDoS. Dat zijn twee echte Russische methodes. DDoS is dus dat platleggen. En desinformatie is gewoon op allerlei mogelijke manieren bullshit. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook gewoon... Rusland is ook bezig met het zoeken naar allerlei kwetsbaarheden... die ze vervolgens gaan gebruiken. Rusland is ook bezig om de hele tijd te proberen... op plekken binnen te komen door mensen te verleiden... om op iets te klikken. Dus ja, ze gebruiken natuurlijk allerlei mogelijkheden. En dan als je dan binnen bent... dan heb je nog weer allerlei verschillende soorten malware. Dan kun je kiezen voor ransomware. Dan kun je kiezen voor het kijken en tools die waarmee je dus echt in systemen kan kijken. Ja. Heb je weer verschillende mogelijkheden. Ja. Dus het is denk ik wel een brede gevarieerde waaier die ze inzetten. Wat ik wel een interessante vraag vind, dat is deze. Je hebt dingen die mogen en die niet mogen. En in oorlog is dat anders. Dus in oorlog is het oké om iemand dood te schieten. In ieder geval als het iemand is van het leger van de tegenstander. Hè, dat soort dingen. Stelen van de vijand is oké in de oorlog. Dat is gerechtvaardigd. Wanneer is cybercrime nog cybercrime? En wanneer is cybercrime gerechtvaardigd in het kader van cyberwar? Want cyberwar wordt niet zo duidelijk verklaard over en weer. Dat is echt heel moeilijk. Ik heb ooit met de huidige minister van Binnenlandse Zaken... Hanke Bruinslot van het CDA. Hè? Die zat ooit ook in de Kamer. Mm-hmm. En toen hadden we een keer een debat over dit onderwerp. Hè? Dus zijn er nou regels voor cyberwar? Nou, ik heb het altijd heel ingewikkeld gevonden dat er een soort oorlogsrecht bestaat. Want oorlog is natuurlijk juist eigenlijk bijna het altijd wel een soort conflict waarbij je eigenlijk ook voor een deel voorbij alle gaat rechten, aan bepaalde rechten. Gaat. Omdat je inderdaad... Oorlog. Ja, in oorlogstijd, ja. Maar dan is het dus... Er zijn toch allerlei regels over mensen, Rode Kruis, slachtoffers. Nou, nu is van alles. Ja, met cyber kun je ook bijvoorbeeld... Je kan een veldhospitaal misschien wel helemaal alle apparatuur platleggen. Waardoor allerlei... Ja, Waterdam kan je... Ja, precies. Dus je kunt op cybergebied net zo goed dingen doen. Elektriciteit afsluiten. Of bepaalde wapens afsluiten. Inzetten die inhumaan zijn. Je hebt ook bepaalde bommen die je niet mag gebruiken volgens het... Chemische wapens, biologische wapens. Vacuumbommen mocht voor mij wel, maar toch... clusterbommen... Nou, dat heb je. Maar je kunt op cybergebied ook dingen bedenken die heel erg schadelijk zijn. Die discutabel zijn. En ik noem bijvoorbeeld elektriciteit van een ziekenhuis uitschakelen. Ja, precies. Alleen op de een of andere manier is het, als je denkt aan de beelden, want die zijn heel belangrijk bij dit soort dingen, dan is het op de een of andere manier op het gebied van cyber lijkt het wat klinischer te zijn. Omdat je inderdaad, je schakelt de elektriciteitssystemen uit. Je kan misschien iets doen, maar je bent niet met gif of zo bezig digitaal gezien. Ja, maar ik zet een waterdam open en dan overstroomt ineens een gebied waar 100.000 mensen wonen. Ja, vind ik niet zo lekker. Nee, dat klopt. Nee, en maar dat is... Dan heb je nog de tussenvorm. Ja, sorry. Drones. De discussie van Obama natuurlijk. Ja. Obama heeft op afstand. Autonomous weapons. Is ook toch wel enigszins digitaal. Autonome wapens. Ja, autonomous weapons. En dat was interessant. Want daar heeft Erdogan gebruik van gemaakt. Hè? Erdogan. Autonomous dingen? Ik dacht dat Erdogan met een bepaalde drone bepaalde Russische dingen uit de lucht had geschoten. Ik heb toevallig vorige week nog opgezocht. Dan gaan we nu zoeken. Ja, ik kom erbij dan. Onze redacteur, live. Zit hier gewoon mij... Nee. De Turken leveren drones, hele goede drones, aan Oekraïne. Het zijn niet de Turken zelf, want anders zou Rusland in oorlog zijn met de NAVO. Want de Turken zitten bij de NAVO. Oh, zo. Heel goed. Maar die drones, Turkse drones, zijn wel heel goed spul. Ja. Oké, heel goed. Terecht. Tussenstapje. Die sponsor ons ook, hè, de Turkse drones. Nee, dat is niet waar. Het is ook zo mooi dat we hadden allemaal virologen in Nederland. Iedereen was viroloog. En dus iedereen Oekraïne kende. Dat vind ik ook zo leuk. En iedereen weet alles van oorlog. Even heel, heel kort. Ja, even tussendoor. Ik heb in 2000... we hebben een referendum gehad over Oekraïne. Ja. En was ik bij betrokken. Was ik bij betrokken. Stond jij ook daar op de plein? Ik ben daar geweest, maar achteraf niet met de Hans van Balen-achtige acties.
Overigens, Hans Vermaan is overleden. Hè? Dus dat is ook nog weer heel, heel verdrietig dat hij ineens... Ja. Maar goed, dus even los daarvan. Wij hebben daar toen dat Oekraïne-referendum gehad. En iedereen vond dat Oekraïne een corrupt land was. Slecht land. Moesten we niks mee te maken hebben. Dik verloor dat referendum. 33% voor, 67% tegen. Oekraïne moesten we niks mee hebben. Ja. En dan zaten twee gekke dingen. En dan gaan we terug naar het onderwerp. Ja, Eén, het was een corrupt land. Nou, nu zijn het ineens de helden ongeveer van alles. Nou, ik vind dat echt heel bijzonder hoe mensen in Nederland en overal te dat is één. En twee, dat die baas van de Europese Commissie nu heeft gezegd, ze mogen even toetreden. Toen dacht ik, ja, maar mevrouw van der Leyen, zo werkt het. Maar dus ook weer snel. Niet. Ja, dat want dat is natuurlijk gewoon totale onzin. Dat kan helemaal niet. Ja. En daarvan heeft Nederland nou juist gezegd, dat is een van de dingen die niet bij het associatieverdrag hoort. En ik kreeg alweer allemaal boze reacties van mensen. 6 jaar geleden hebben we het over. Zie je wel, Kees? Zie je wel dat ze toch lid worden? Dus je ziet hoeveel wantrouwen. Ze gaan daar natuurlijk niet zomaar lid van worden. Maar zij zegt zoiets. En iedereen is weer gelijk. Dus over desinformatie gesproken. Ik snap dat. Die omhelzende gevoelens die ze wil. En dat is misschien ook heel menselijk als je met elkaar gepraat hebt. Die Zelensky die daar gewoon met gevaar voor eigen leven gewoon echt standvastig is. En echt dat is al heel stoer. Erg dapper. Ja. Ongelooflijk dapper. Maar dat je dan zoiets en dan denk je, jongens, blijf nou wel nadenken. Weet je want wel? We hadden toch zoveel te stellen met de Roemenen en de Hongaren. En, goed, dus even, goed, dus even in de, even de in emotionele de shifts emotionele die er altijd shift, zijn tijdens zo'n oorlog. We hadden het over autonomous weapons. Ja. En dat is interessant. Ik zocht het vorige week op. Ik heb het artikel even bijgezocht. Het was december vorig jaar. De UN fails to agree on killer robot ban as nations pour billions into autonomous weapons research. Dus dan zeggen ze van toch link, gezicht herkennen. Bam, jij bent dood. Ja. En dan kunnen ze toch ook weer geen oorlogswet. Weet je wat is illegaal, wat nee, niet. Nee, Nederland heeft wel overigens daar een vrij duidelijk standpunt. Nou nee, het is niet Nederland zelf. De WRR heeft... Of nee, de Adviesraad Internationale Vraagstukken heeft echt geadviseerd in een rapport om echt te zeggen, daar zijn we tegen. Ja. Dat is dus tegen volledig autonome wapens. Je hebt ook nog weer semi. Alles is eigenlijk hybride. Hè? Dat is misschien als je een titel wil zoeken voor deze uitzending, dan zou de titel wat mij betreft moeten zijn, alles is hybride. Ja, dat vind ik een hele vage titel. Maar hybride, je let nooit zo op. Enthousiast nee, over mijn vondsten. Niemand op. Nee, moet niet je eigen vak, Kees? Maar dat leek mij dan even door. Wel aardig. Ja, mijn vak als minister van... Ja, digitale zaken. Nu nog van Rusland. Ja, want nu zat je in het offensief van Rusland. Maar nu zou ik het ook... Als je het goed doet, dan promoveer je naar Nederland. Ja, dat is mooi. Maar je gaat nu namelijk de verdedigingslinie van de Oekraïne moet je nu doen. Want de Russen komen eraan, dat weet je. Ja. Heb je dan nog bepaalde andere manschappen? Daar is natuurlijk, op het menselijk is het, als je weet dat er een golf aankomt, dan moet je natuurlijk iedereen die achter een computer zit, moet je daar dus op trainen. Daar begint het mee. Want dan is die psychologie een beetje kleinere kans. Als iedereen oplet en je krijgt een mailtje of een sms'je, dan heb je in ieder geval een goede kans dat je er niet op klikt. Mag ik even een beetje, wil ik het straks over hebben. Je hebt die autonomous. Ben lacht, hè? Ja, dat vind ik leuk. Want je hebt die autonomous van die hackergroepen die nu gaan helpen. Dus een andere. Kijk, oorlog is tussen een land en een land. Maar nu gaan dus burgers eigenlijk mee oorlog voeren. Ja, maar goed, in vreemde krijgsdienst. In vreemde krijgsdienst. Maar dat komt zo. En dan hadden ze de spoorrails in de... Ja, toch hybride. Hadden ze de spoorrails in Wit-Rusland aangevallen. Dan zaten ze nog op Windows... Nee, wat zaten ze op? Op Windows XP. Oké. Okay. Windows XP, ja, dan is het makkelijk aanvallen. Maar ik vond wel mooi dat de railway in Wit-Rusland nog Windows... De Belastingdienst draait nog steeds op jaren 80 systeem. MS-DOS. En dat wordt ook gewoon, daar wordt van gezegd dat het ook best wel begrijpelijk is. Omdat je nou eenmaal gewoon bouwt op laag. Dus ja. Ik vind dat nooit zo. En daardoor konden de manschappen van Rusland niet snel door Wit-Rusland. Zat er nou die file? Okay. Overigens, oude software kan goede software zijn. Hè? Tuurlijk, joh. Ja, never change. Hoe was het ook weer? Don't fix. If it ain't broke, don't fix. Die zocht ik. Ja. Oké. Okay. Is dat ook we gaan sponsor? Straks dus over. Okay. De burger die gaat meevechten. Maar daar zijn we nog helemaal niet. We zijn nu nog in Oekraïne. Ja. Je weet, de Russen gaan aanvallen. Staat van paraatheid. Digitale staat van paraatheid. Hoe ziet een digitale staat dus dat is eerst zorgen dat je gewoon niet wordt genept via die 90% weg. Want echt, het meeste gaat via de... Toch belangrijk. Ik heb volgens mij in elke uitzending al eens gezegd. Doe maar weer. Maar het is ook leuk voor de mensen thuis. Het meeste is low-tech.
Dus ja, niet allemaal super bijzondere technologische vondsten, vernuftige dingen die niemand snapt en briljant. Het is allemaal low-tech. Dus je zit gewoon achter de computer. Je bent even niet uitgeslapen. Je krijgt een berichtje. Je klikt erop. Er zijn 100.000 van dat soort berichtjes. Die komen bij 10.000 mensen. En er zijn er 3 die klikken. En 1 is genoeg om binnen te komen. Dat is hoe het gaat. Dat is hoe 90% van de hacks, van het binnenkomen. En hacken is heel simpel, hè. Als je gewoon een wachtwoord 000 en je raadt dat 000, dan zegt Daniel Verlaan, ik ben altijd wel fan van zijn definitie van hacken, want hij kan dan soms naar binnen op een makkelijke manier zeggen, ja, dat is geen hacken. Ja, dat is dus wel hacken. Ja. Hacken is juist gebruik maken van voor de hand liggende zwaktes. Achter iemand aan naar binnen lopen. Of zo'n sticky die rondgaat op de afdeling in je zak steken, is in feite ook hacken. Ja. Nou, dus dat moet je doen. Ja, dus de awareness zeg en jij bij ik zou burgers toch zeggen, wat we dan twee jaar geleden hadden in Nederland, was er een rapport uitgekomen over de digitale brandweer. Dus dat we snel moeten kunnen reageren. Ja, dat zou ik ook organiseren. Dus ik zou zorgen dat ik een team heb met mensen die snel kunnen detecteren wat er binnen is gekomen, waar het zit, hoe makkelijk het zeg maar door kan gaan naar andere systemen. Dus proberen het zo goed mogelijk te monitoren, te volgen. Ja. Je kunt niet denk ik alles buiten houden. Dat hadden we het net al over. Dat lukt niet. Dus ik zou voorbereidende acties, okay. Maar ja. Ja, ja. Mag ik? Ja. Nou ja, ik wil een vraag stellen. En misschien bepaalde dingen uitzetten. Die vreemde dingen van het internet afhalen. In vreemde krijgsdienst treden. We hadden het net over wat geoorloofd is in tijden van oorlog, wel en niet. Ja. Hè? Wat daar nog aan vasthangt trouwens is, maar Ben noemde al een belangrijk voorbeeld, een dam op, digitaal opblazen, ja, dat de boel open komt te staan. Heb je eigenlijk cyberoorlogsmisdaden? Laat ik die eerst eventjes loslaten. We zitten gewoon met een definitieprobleem. Hè? Dit is allemaal ongedefinieerd. Zeker. En niemand heeft zich dat nog afgevraagd. Nou, ik denk dat er wel mensen zijn die de studies en denken en zo, maar er zijn geen duidelijke afspraken. Nee. En hetzelfde is. En ik denk dat er dus ook cyberoorlogsmisdaden zijn. Ja, we hebben ze alleen nog niet in categorieën ondergebracht. Nee. En in zelfs in vreemde krijgsdienst treden. Ja. Als je over de grens stapt en je trekt het uniform van de tegenstander aan, dat is vrij duidelijk. Maar Nederland zou Oekraïne een beetje helpen met cyber, weet ik veel wat. Dat is niet doorgegaan, geloof ik. Dat is niet doorgegaan, juist omdat de oorlog uitbrak. Dan hebben ze het nodig en dan loop je weg. Dat is nu raar. Hebben we stingers. Stingers nu werft Oekraïne vrijwilligers. En dat doen ze via een website. En daar heb ik rondgekeken. Ik had bij wijze van spreken een formulier kunnen invullen. Heb ik niet gedaan, omdat ik de gave mis. Niet omdat ik niet wilde. Maar in elk geval, als je dat doet, treed je dan in vreemde krijgsdienst. Weet jij het als minister? Ik weet het niet. Maar hij is nu weer minister van Nederland. Even precies. Ik zou zeggen dat je. Het zijn eigenlijk altijd twee dingen die hier met elkaar in gespannenheid staan. Nou, aan de ene kant hou ik niet van metaforen die zeg maar de fysieke wereld naar de digitale wereld vertalen. Dat loopt altijd mank. Aan de andere kant vind ik dat als iets in het fysieke kan. Wat jij zegt, je trekt het overal van het leger van aan. Ja, dan kan dat natuurlijk digitaal ook. Want je bent uiteindelijk nog steeds gevechtshandelingen aan het uitvoeren. Ja, behalve dus dat het minder helder alleen is. De attributie, de vinger leggen op, aanwijzen wie. Je blijft dat is thuis, lastiger. Je bent moeilijk aan te wijzen. Dat kun je allemaal via VPN en inderdaad vanuit allerlei verschillende. Ja, maar wegen. Ik wil hem extremer stellen. Die groep Anonymous, die natuurlijk al heel lang bestaat, die zitten nu vol op Rusland te beuken. Echt, ik volg die Twitterfeed van ze. Het is geweldig om te volgen. Oh ja? Ja, ik ben even van Twitter af. Ja, dat moet weer terug. Dan mis je met dit soort missen. Ja, nu mis je. Is ook mee, missen is meemaken. Hè? Ja, dat is waar. Oké, maar even serieus. Dan moet ik weer terug op Twitter? Ik wil het nu van je horen. Ja. Nog even wel. Ja, nee, maar je moet alleen met hashtags. Ik werk alleen maar met hashtags. Dat is op dit moment heel interessant en belangrijk. Hadden die niet het spoornetwerk van Wit-Rusland gehackt? Ja, precies. Juist, ja. Dus dat hebben ze gedaan. Maar ze zijn op voor aan het beuken. Wat ik dan en dat is dus. Dat is geen staat. Maar dat is eigenlijk dus een groep mensen. Ja. Die oorlog voeren met Rusland. Ja. Daar kan Rusland. Niks tegen doen. Ja, wel iets tegen doen. Dus te proberen iets tegen te doen. Maar dat is lastig. Maar ze staan niet onder de orders van het Oekraïnse leger. Ze hebben hun eigen orders. Niet onder de Oekraïnse. Hun eigen oorlog zijn ze aan het voeren. Maar hoe ga je dan als minister. Stel je voor dat ze nu ineens een hekel krijgen. Je bent nu weer minister van de zaken hier in Nederland. Als ze ons aanvallen.
Ja, maar dat is dan dat is de willekeur van zo'n groep. Kijk, ja. Dat is Anonymous, die kan zeggen, wij gaan dit nu doen. Dan denkt iedereen, nou, we willen eigenlijk dat Rusland zoveel mogelijk... Ja, dat vinden we wel fijn. Een beetje applaus onder de tafel, een beetje wegkijken. En dat is logisch. En, ja, en als ze ons aanvallen, ja, dan kamervragen en nou moeten we... En dan kan ze misschien wel uit balorigheid doen. Hè? Dus dat ze het hier... Ja? Dat is natuurlijk goed werk. Dat is de willekeur van een groep. Ja, maar kijk, je bent namelijk als minister ben je natuurlijk verantwoordelijk om de wetten zo te maken, regelen, dat een land stabiel blijft. Nu maar, en als natuurlijk Duitsland je aanvalt, ja, dan is duidelijk, we gaan met Duitsland onderhandelen enzovoorts. Maar met een groep als Anonymous kan je natuurlijk ook onderhandelen, maar het is toch een lossere groep. Dus wat ga je dan doen? Die laten zich, nou ja, praten. En proberen ze natuurlijk weer uit de lucht te halen en te kijken lastig, hoe ze je aanvallen. Hè? Ja, maar dat is natuurlijk dat is de ongrijpbaarheid van een groep die zich aan minder regels hoeft te houden. En die ook, zeg maar, in dit geval natuurlijk misschien wel verspreid over de wereld allemaal plekken heeft waarmee ze op verschillende plekken servers aan elkaar koppelen, elkaar vinden en veel minder makkelijk te pakken jij zijn. Jij gaat met ze in gesprek als minister. Ik zou wel proberen. Ja, ik zou dat altijd proberen. Ja, wie is daar de woordvoerder? Ja, nou, ze hebben ook een Twitter-account, denk ik. Dan stuit je op iemand die zegt van ja, ik ben van Anonymous. En dan zegt iemand anders, nee, hij is helemaal niet van ons. Nee, ja, tuurlijk. dat is natuurlijk, dat zie je nu ook met al die cyber, met al die bunkers. In mijn oude geboorte, of nou, waar ik ben opgegroeid in Zeeland, staat ook zo'n gekke cyberbunker waar allemaal gekke dingen gebeuren. Ja, dat is bijna niet te controleren. Nee. Dat is het probleem. Omdat je... Je kunt bij wijze van spreken doen alsof je overal ter wereld vandaan komt. Ja. Via VPN-achtige constructies. Nou ja. Ja. En het verbinden van allerlei servers vanuit waar de stalorders komen. Ja, maar kijk, nu zeggen we, oké, er is niks aan te doen. Pech, weet je wel. Maar als namelijk echt schade aan de westerse waarde nu... Weet je, dus voor Rusland is het echt schade. Zeker. En als dat dus op een global scale is... Als de United Nations van shit, dit is een gevaar voor de mensheid. Ja, dan ga je iets doen. Dus ik probeer dan te verzinnen. Wat ga je nou lokaliseren? Doen? Uiteindelijk moet je beginnen met. Dus ga je wel naar die bunker in Zeeland? Dat kun je fysiek en dat kun je digitaal doen. Maar je moet dan mensen laten zoeken. Welke server? Je kunt altijd loggen, je kunt altijd traceren, je kunt altijd. Er zijn altijd digitale sporen. Dus nu is de urgentie niet hoog genoeg om dat te doen. Ja, maar dit is natuurlijk het opportunisme wat er natuurlijk altijd is in oorlogstijd en in conflicten. Kijk, je hebt globaal twee kanten. En ik weet ook nog wel dat op een gegeven moment met Syrië, dat op een gegeven moment ook heel onduidelijk was wat nou bijvoorbeeld de positie van Turkije was. Wat nou de positie, omdat die landen allemaal verschillende deelbelangetjes hebben en wel met die groep. Ja. Willen samenwerken, maar weer niet met die groep, want die groep staat weer in verbinding met die groep. Dus ja, dat is natuurlijk altijd een beetje manoeuvreren. En dat is digitaal niet anders, alleen nog weer minder makkelijk tastbaar. Ja. Maar er zit opportunisme achter. Ga ik door, ja. Ja. Een element hierin is natuurlijk ook desinformatie. Want nu is Anonymous... Is dit overigens mijn water? Ja, dat is helemaal keurig voor jou. Gewoon schoon ook, hè? Helemaal schoon. Er is natuurlijk ook desinformatie, want nu zijn ze dus anti-Rusland, pro-Westers. Maar de Oekraïne heeft hun hele informatievoorziening hebben ze best wel goed op orde. Want als ik op die hashtags op Twitter kijk over de oorlog, zie ik heel erg anti-Rusland, pro-Oekraïne. En dat is natuurlijk gewoon het goed managen van de hashtag Oekraïne of Ukraine war. Ja, precies. En dat doet, dat doet Oekraïne dus beter dan Ik denk dat Rusland. Oekraïne daar ook heel veel steun van andere landen bij krijgt. En heel veel mensen die... Ik denk dat er... een van de dingen die opvalt is, denk ik, dat Oekraïne zich ongelooflijk stevig verweert. Dat is denk ik een verrassing van deze oorlog. Ja, fysiek. Ook digitaal. Ook digitaal. En dat er heel veel landen in de wereld heel veel sympathie hebben voor de strijd tegen Poetin. Dat is toch best wel breed. Ja. Dus als jij op allerlei plekken ter wereld, Mexico of Panama of Afrikaanse landen, Europese landen, Aziatische landen, als er allemaal mensen sympathie hebben, dan is dat natuurlijk ook een manier om daar op Twitter met volgers en likes en kliks en daar kun je natuurlijk gebruik van maken. En ik denk dat er een hele ruime meerderheid is van de mensen die aan de kant van Oekraïne staat. Ja. En dat helpt Oekraïne. In informatievoorziening. En ik hoorde trouwens bij BNR... Het organiseren van steun. Dat is natuurlijk wat Zelensky nu ongelooflijk slim doet. Ja. Kijk, mensen
het leven draait om verhalen, psychologie gezien. Hè? Dus alles is een verhaal. En dit is ook een verhaal. En je ziet gewoon dat Zelensky heel erg inspeelt op dat heroïsche verhaal van de underdog. Die op het schip blijft. Hij gaat niet weg, hij wil niet vluchten. De burgemeester van Kiev is een oud kickbokser. Hè? Ja. Klitschko. Ja. Is grote man. Boxen, nou ja, dus die zegt ook van jongens, ik blijf hier in Kiev. Weet je, ik sterf hier in Kiev. Weet je, nou, dat vinden mensen fantastisch. Maar tuin ik er nou heel erg in als ik denk dat hij niet eens zo erg met een verhaal bezig is. Dat hij gewoon doet wat zijn hart hem ingeeft. Ook als hij geen verhaal vertelt, is er wel. Het verhaal ontstaat. Maar als hij het vertelt, lijkt het een bewuste PR-strategie. Van jongens, we gaan hier voor de camera staan. En we gaan zeggen, wij Ik ben niet van de conspiracy, maar het feit, de kleding die hij draagt, de woorden die hij kiest. Tuurlijk, daar zit ook een, dat is een manier van oorlog voeren. Kees, ik hoorde vanmorgen op de radio, hier bij BNR, dat hij in zijn kabinet allemaal tv-makers heeft. En hebben ze omgelachen. Toen hij kwam aan de macht, moesten ze omlachen. Die gasten moeten er niet bij. Maar nu maakt hij daar gebruik van. Dus ze weten hoe hij in beeld alles moet komen. Alles is communicatie. En hij wil gewoon laten zien van wij zijn een land. Wat wij willen ons eigenlijk volgens de meer vrije, liberale waarden willen wij ons proberen te organiseren. Wij zijn een land wat grenst aan Rusland. Wij mogen dat van Rusland niet. En wij willen heel graag die eigen keuze maken. En daar staat hij voor. En dat is denk ik heel intrinsiek. Tuurlijk, ja. Maar het is wel ook slim verteld. Kees, hoe kijk jij ernaar dat... Kijk, niemand wist wie Zelensky was 3 weken geleden. Absoluut, klopt. Ja. Echt wel? Nee. Ik niet. Ik ook niet. Jij dacht dat het een hele snelle Rus was met een hele goede laatste ronde. Ja, die laatste ronde, ja. Dat vindt Herbert te leuk, dit. Ja, maar je zit zelf in 48. Ik ga helemaal terug naar die Olympische Spelen. Jongens, overigens ook, hè, die Olympische Spelen die nog even afgemaakt mochten worden. Ja, precies. Ja. Poetin, daar wilde ik nog iets over zeggen. Ja, mag je nog iets over zeggen? 31 december 1999 zat Yeltsin schuddend met zijn handen voor het open haardvuur op de televisie. En zei, jongens, ik stop, ik ga weg. En toen kwam Poetin al. Dus hij is al meer dan 20 jaar aan de macht. Ja, zeker, Vladimir Poetin. Ja. En niemand dacht toen... Gorbatsjov en Yeltsin, dat was... Ach, weet je wel, dat waren de mensen die toch de Russische moederstaat verzwakt hadden. Poetin was tenminste een beetje moderne vent. Poetin was een oud inlichtingenman. En die was gewoon... En er waren wel een paar mensen die dachten, hoe weet je, oppassen plaats. Maar Poetin is hier natuurlijk al... Want ik heb zijn biografie gelezen. Hij was altijd een beetje... Ach, we gaan niet helemaal over Poetin hebben. Nee, maar wel even kort. Hij is 21 jaar aan de macht en hij heeft de belediging van zijn het land, de vernedering heeft vanaf de volgende muur. Voelt. Dat is zijn belangrijkste drijfje. En de angst voor democratie in de buurt. Ja. En die twee dingen, hij is er al 20 jaar mee bezig. En die voorbereidingen die lopen ook al een hele tijd natuurlijk. Ook mooi dat we weer de Oekraïne kennen van de oorlog. Dat is mooi. Nee, heel veel mensen zijn nu de Oekraïne-duider. Dat vind ik zo leuk. Op mijn werk heeft iedereen het nu over Oekraïne. Ja. En iedereen gaat vertellen hoe het zit. We zijn geen bondscoach meer. Nee, precies. Maar dat was nog erger. Ja, ik ben dus helemaal geen Oekraïne-kenner. Maar ik ben er wel geweest met de Oekraïne. Maar met Max Verstappen was het nog erger. Ja, precies. Mag ik even terug naar wat ik wil vragen aan jou? Kijk. We hadden altijd oorlog. Er ging de ene land tegen een andere. En dan kregen Landje pik. Maar nu ik doe ook mee aan de oorlog. Want ik heb die Twitter-timeline. Zeker. Ik kijk op Facebook. Ja. Dus daardoor beïnvloed ik de oorlog. Het algoritme wordt anders doordat ik er naar kijk. Ja. Of naar YouTube. Dat vind ik conceptueel heel lastig. Nick Klek. Ja. Van Meta, sorry. Nou, noem het wat mij betreft. Ik zeg altijd tegen iedereen, blijf het gewoon Facebook noemen. Oké. Okay. Nee, maar ik vind... Nick Klek heeft gezegd van we gaan toch wat doen aan ons algoritme. En de toegang van verschillende Russische media op het platform gaan we terugdringen. Ja, dat klopt. Dus dan gaan ze nu maatregelen nemen. Want ik wil straks ook nog de invloed van de grote platform zelf. Ja. Op de oorlog. Maar nu even ook de burger heeft dus ook invloed. En ik vind dat concept heel moeilijk te bevatten. Dat als ik dus naar die Twitter-tijd beïnvloed ik de oorlog. Dat is natuurlijk maar heel klein. Maar je doet het wel. Moet ik daar niet mee zitten? Dit slaat nergens op. Of moet ik daar wel iets mee? Hoe kijk jij ernaar? Nou, ik vind dit wel een... Het is het verlengde van een hackergroep, hè, dit. Hackergroep is extremer.
Je hebt natuurlijk gelijk. Door mee te klikken, te liken, te sharen, ben je een factor van invloed. Ja. Zo werkt het algoritmisch. En dat is dus internet. In deze oorlog veel extremer, omdat daar is nog steeds internet. En we gaan het straks over Elon Musk hebben. Ik denk over dat Starlink. Deze oorlog, maar dit is voorspellen is dom, dus ik doe dit meer als een soort hobbyisme. Ik denk dat deze oorlog misschien wel ook heel erg beslist gaat worden. Of mede bepaald gaat worden. Door de informatiekant die via internet nu opeen. Ja. De wereldopinie. Mm-hmm. De opinie in de wereld. Is goed in beeld te brengen. Ik zal niet zeggen dat er nu een nieuwe Twitter-revolutie uitbrengt. Zoals toen met de Egypte en alles. Weet je wel, dat daar ook wel. Dat was. Arabisch iedereen dacht in die jaren. Ja, verschrikkelijk. Dan moet je het boek van Morozov lezen. Dat is fantastisch. Die daar echt gehakt van maakt. Maar iedereen dacht: internet komt. Dat gaat alles democratiseren. Eeuwige groei. Geen conjunctuur meer. Toen dacht iedereen: social media komt. Alles weer vrij. Iedereen verbonden. Nou, dom. Want het klopt. Zo is het. Zo werkt het. Natuurlijk niks. Zo werkt niks. Want de mens is de mens. Dus hier zal niet zeggen dat Twitter nou zeg maar ervoor gaat zorgen dat Poetin gestopt wordt. Maar want Poetin heeft voor een deel natuurlijk ook heel veel desinformatie juist verzonden via het internet de afgelopen decennia. Maar ik denk wel dat nu duidelijk is. Je leest heel veel over de steun aan Oekraïne. En dat gaat iets doen in Rusland. Van Geert-Jan Haan bij BNR. Die vertelde ook zo mooi. We hebben nu die kolonne. Nu, het is nu dinsdag. Die van 60 kilometer. Ja, 60 kilometer. En die zei, als het nog steeds het internet is. Dan gaan we dus live bijna meemaken. Dat Kiev misschien plat wordt gebombardeerd. Dat is nog nooit. Nee. Er is nog nooit voorgekomen dat we dat gewoon live kunnen volgen. Je ziet ook heel veel beelden op Twitter de hele tijd. Ja, maar ja, precies. Maar niet zo. Ja, inderdaad. Ja, best wel wat. Ja, nee, ik heb hele lelijke dingen gezien. Ja, en die rapporteer ik dan natuurlijk dat ik dat vies vind. Logisch. Oké. Zijn we over dit element hebben we voldoende? Dan ga ik weer naar het volgende element. Als ik dat nog mag, Herbert. En dan geef ik mijn laatste element. Dan geef ik mag niet. Ook een element wat mij zo opvalt. Zoveel. Je noemde al Nick Clegg. Maar Microsoft. Elon Musk met Starlink. Ja, het is massaal. Weet je, de NS met gratis reizen. NS gaat gratis bellen naar Oekraïne. Ja, onze telecom operator. Ja. Noem maar op. Ja. Hoe neutraal blijf je? Of hoe erg ga je mee? We zijn niet neutraal. Dit is niet neutraal. Europa is niet neutraal. Nee. Totaal niet. Echt partij gekozen. Ja, en wij staan dus nu met z'n allen aan de goede kant. Nou ja, daarom zei ik het expres. We staan aan de kant van wat we denken dat de veilige kant is. Omdat we natuurlijk ook, we vrezen vooral heel erg Poetin. Ja. En we hebben met Oekraïne niet zoveel gehad, zei ik net al. Want toen er een associatieverdrag moest worden getekend, toen zei iedereen wat een verschrikkelijk land is dit. Dus laten we wel even realistisch zijn. Iedereen vindt het mooi om die geel-blauwe vlag. En iedereen voelt zich nu niet Charlie Hebdo, maar Zelensky. Echt, ik heb daar helemaal niks mee. Ik doe daar echt, hou ik me altijd verre van. Ik vind dingen heel snel pathetisch. Dus ik denk echt van jongens, alsjeblieft. Ga niet lopen shinen met de strijd van een ander. Maar we zijn bang voor Poetin. En we willen dus heel graag dat via deze strijd in Oekraïne, willen we dat we onze toekomstige relatie met Rusland als Europese Unie, dat we die kunnen verbeteren en dat we autonomer kunnen worden, minder afhankelijk kunnen worden. Mag ik het zo zeggen? Dus even, er zit wel een stuk eigen belang achter deze omarming. Niet zo erg ons terrein, maar toch, omdat jij er zo over begint. Poetin wil de Oekraïne als bufferstaat, maar wij willen hem houden als bufferstaat. Uiteraard. En kijk, ik vind het is heel ingewikkeld dat je ziet dat de NAVO en de EU hebben natuurlijk de afgelopen jaren enorm veel terrein gewonnen als het gaat om het inkapselen of het lidmaken of het erbij betrekken van landen die natuurlijk voorheen in die invloedssfeer zaten. Dat wilden ze niet. Het is uiteindelijk een vrije keuze van die landen, dus dat ze uiteindelijk gewoon bij de Europese Unie kunnen gaan komen of in de buurt gaan komen of op die manier willen leven. Ja. Dat is helemaal oké. Alleen het is belangrijk. Kahneman is de belangrijkste psycholoog ooit. En die heeft in zijn laatste jaar. Maar dat is allemaal de. Dat is fantastisch. Je hebt het gekregen, heb je niet gelezen. Je moet Thinking Fast and Slow sowieso lezen. Ja, ik heb net Ruis is zijn nieuwste boek. Ja, dat is een andere vorm van denkfout. Het is super interessant. Maar daar gaat het niet over. Even on-topic mensen. Maar hij heeft ook uitgevonden dat twee strijdende landen altijd bij de ander een hele listige strategie zien. Die er misschien helemaal niet is. En daar is hier echt sprake van. Poetin ziet die NAVO en die EU oprukken. En ziet dat als een gevaar.
En die denkt echt van, ze gaan mij aanvallen. Terwijl wij zoiets hebben, joh, kom op. Jij hoeft dat helemaal niet bij te komen. Wij doen jou niks. Alleen we willen die landjes wel gewoon de mogelijkheid om een vrije keuze te maken. Maar Poetin beleeft ons gedrag volkomen anders dan hoe wij het bedoelen. Ja. Natuurlijk. Nou, natuurlijk zeg. Ja, maar dat is toch iedereen. Kijk, als ik nu iets zeg, dan... Hij heeft het boek ook gelezen. Hij heeft het gelezen. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Nee, dat boek heb ik niet gelezen. Dat boek heb ik niet gelezen. Dat geef ik wel. Gekregen, Thinking Fast, dus heb ik gelezen. Maar deze niet. Maar dit stond ook niet in Ruis. Ruis is niet zo'n heel goed. Nee, prima. Daar gaat het niet om. Maar het is toch logisch dat als ik iets vertel, dat jij het anders interpreteert dan Herbert... No. Dus als je het heel duidelijk vertelt en als je heel ondertitelen... Nee, niet. Je hebt toch een andere opvoeding, een ander DNA, je hebt een andere sociale context. Oké, dat gaat heel ver, maar als je duidelijk ondertitelt wat je bedoelt... Niet over hebben, Kees. Dan kun je toch een heel eind komen in het wel overbrengen van een boodschap die voor een groot publiek helder is. Ja, doen we. Oké. ik wil even terug naar de grote platformen. We zitten nu weer met modereren, daar hebben we net over gehad, Nick Clegg. Dan is het weer modereren totdat er geweld is. Beste voorbeeld hoort Capitool. We moesten modereren, we moesten Trump eraf gooien, want er komt geweld. Er is instabiliteit in de samenleving en dan moet je echt aan de slag. Ja, daar zijn we het allemaal over eens. Nu gaan ze dus... Ik niet weer... trouwens. Nee, maar... ik ook niet. Oh, nee, dan moeten we dit eerst. Ja, het is tech-censuur, dus dan moet je een democratische laag overheen gaan. Wat ik in de mix wil gooien is... Modereren is sowieso totaal zinloos, want... desinformatie, hate speech, noem het maar. Je kunt het er gratis insmijten. Het plant zichzelf voort en de bestrijding ervan schaalt niet. Omdat je dat handmatig moet doen. Jij kijkt nu heel vrolijk en geamuseerd, Kees. Nee, kijk, met enige bewondering en veel interesse. Oké. Ik denk dat wat je zegt wel klopt, ja. Modereren is natuurlijk een handmatig werk. Alleen, je kunt ook de algoritmes wel op een bepaalde manier aanpassen. Hoewel ze ook weer schijnen niet helemaal te weten hoe de algoritmes zelf werken. Hè? Nee, daarom. Maar modereren om ervoor te zorgen dat de polarisatie en de intimidatie minder is, dat is absoluut iets. Alleen, doen die grote platforms altijd een half jaar of een jaar te laat. Nee, oké. Okay. Waardoor de geldkraan nog even doorloopt, de advertenties nog even verkocht worden. En dan zeggen ze, als de druk te groot wordt, ja, we gaan nu wel even wat doen. En nu doet Nick Clegg dat weer als nieuwe baas van alles bij Facebook. Om te laten zien dat ze ook hun goede invloed willen aanwenden. Kijk, ik ga even eerst met Herbert mee. Ik snap dat modereren natuurlijk lastig is. Je bent altijd te laat enzovoorts. Maar dat ze modereren en het punt was dus met de Capitool dat er geweld was. Dat daardoor, hebben ze gezegd, daardoor Trump af werd gegooid. Ja, en dat je altijd te laat bent en altijd weer een filterbubbel krijgt. Dat ontstaat weer. Dat is een virus dat ineens ontstaat. En dan probeer je dan weer eraf te halen. Maar je bent te laat. En met AI is het te lastig. Dus je hebt 40.000 man nodig die naar kijken enzovoorts. Ja. Snappen we allemaal. Maar wat nu zo interessant is. Dat nu zijn ze weer extra zitten. Nou ja, ze zijn nu weer extra alert. Want ze zien van shit. Er is heel veel onrust. En we moeten die Russen moeten we indammen. En we moeten de Russische staatsmedia wordt geweerd. Maar dan bemoeien ze zich weer met de oorlog. Ja. Nou ja, dat vinden we goed dus. Ja, dat is nou helemaal... Maar er zijn dus mensen die nu zeggen van... Ja, weet je, het is het open internet. Dat kan je niet doen. Maar er is helemaal geen open internet. Nee, maar dat vind ik wel. Maar nou, zeg dat dan tegen die mensen even. Dat er geen open internet is. Okay. Dat is er gewoon helemaal niet. Ja, dus dat is bullshit. Dan niet meer lastig. Het idee van open internet is echt... Dat is hetzelfde als... Er zijn twee leugens over het internet. Ja. Eén is dat het open is. Er zijn enorm machtige poortwachters. Dus het is niet open. En twee, dat mensen keuzevrijheid hebben. Dat is ook echt... Je reinste bullshit. Oké. Okay. Dus het internet is niet open. Dit was een opmaat. Dus heb je die techreuzen nodig om keuzes te maken. Want die kunnen aan de knoppen zitten. Dit was een opmaat naar crypto, Herbert. Oh ja. Oh ja. Binance. Want die zeggen dus van hallo. Ik ga Rusland helemaal niet uitsluiten. Want dat raakt de fundamenten van wat Binance, wat crypto is. Ja, van dat is een andere keus. Die kunnen zij natuurlijk maken. Want... Ja. Hun wordt nu, als ik het goed begrepen heb, ik geloof dat Bert Slachter daar op PNR vanmorgen ook dingen over zei. Hun wordt gevraagd om meer te doen dan waar ze toe worden verplicht door de bestaande wetgeving. De wetgeving die bedoeld is om witwassen en dat soort en terrorisme en zo mogelijk te maken. Ze worden gevraagd om meer te doen dan dat, op eigen initiatief. En dan stelt Binance terecht de vraag, als wij nu meer moeten doen dan de wetgeving van ons verlangt. Wat moeten we dan kiezen?
Hoe weten jullie zo zeker dat we de volgende keer weer de keus maken waar iedereen het mee eens is? Kom maar met regelgeving, dan gaan we ons daar aan houden. Nee, jongens. Nee. Nou, nee. Dat is wat zij zeggen. Oké. Ik vind dat... Ik neig dat naar zeer verschuilend te vinden. Ja, okay, ik ook. Ja. Ik ook. Oftewel, iedereen die een positie heeft om een verantwoordelijkheid of een keuze te maken, die aan de knoppen kan zitten, die moet dat doen vanuit zijn eigen mening over dat conflict. En niet zeggen van ja, wij wachten even, we hebben regelgeving nodig. Want dat is wel wat Facebook ook 10 jaar gedaan heeft. Precies, Facebook heeft het letterlijk gezegd jarenlang. En, ja, regulators, want we kunnen het zelf niet. Ik vind dat als je zo'n machtig onderdeel bent en dit is financiële toevoer naar, hè, via crypto, ja, dan moet je daar ook... Dan weet ik niet precies wat er in Binance zijn eigen gebruiksvoorwaarden allemaal staat, maar ik meen wel zeker te weten dat wat bijvoorbeeld Donald Trump allemaal heeft gepubliceerd op Twitter en op Facebook en op YouTube en noem maar op, dat dat niet alleen in strijd was met wetten, maar ook in strijd was met de eigen regelgeving van de bewuste netwerken. Zeker. En of dat bij Binance zo is, dat weet ik niet zo zeker. Nee, dat weet ik ook niet. Ik heb een paar blinde vlekken in mijn digitaliseringskennis, want het is zo'n breed onderwerp en ik heb altijd daar een beetje generalistisch in gedaan. Ja. Ik heb bij crypto, ik word ook wel eens benaderd, hè, van wil je een keer een verhaal houden moet over ik Bitcoin crypto, kopen? Of crypto, of moet ik ook? Dan zeg ik, jongens, ik weet best wel weinig van crypto, dus ik zit alleen op algemeen niveau, dat ik weet dat zij een belangrijke schakel zijn in het internetbetaalverkeer, om het zo even zo te zeggen. En ja, daar hebben ze, als je machtig geschakeld bent, als je een groot platform bent, als je een invloedrijk onderdeel bent, dan heb je ook een grote verantwoordelijkheid te dragen. Dat is hoe ik er algemeen in nu die verantwoordelijkheid. Hey, ja, ik vind het terecht. Naar mij smaakt nu te veel. Omdat, nou, en dan komen we precies weer bij Meta. Kijk, nu kan je zeggen, ze ontlopen hun verantwoordelijkheid. Maar het is nu nog relatief klein, de invloed die ze hebben. Want ze hebben 20 miljoen overgemaakt naar de Oekraïne. En dan kunnen de Russen even geen crypto handelen, weet je, of wel. Het is nu... Maar als de impact heel groot wordt, zoals bij Meta met Capital, dan moeten ze als wel crypto optreden. Als crypto 10 groot is. Iedereen dan doet altijd wel lacherig over die sancties. Ja. En precies. Ik moet je zeggen, ik heb dan een paar vrienden en die kennen mij dan nog. Ja, niet een paar, zei ik, hè. En het is allemaal, nou, vage kennissen mag je ook zeggen. Maar die bellen mij en zeggen, joh Kees, nou heeft D66 al een standpunt over de sancties, weet je wel. Oftewel, alsof Poetin zich daardoor laat leiden. Maar met name die financiële sancties zijn nu echt wel een aderlating, een financiële aderlating voor de oorlogskas. Zeer zeker. Van 40% of zo. Ja, dus dan, dat verzwakt hem. Als hij dan een bypass heeft, een crypto bypass heeft. Ook wel een aardige titel misschien voor de podcast, een crypto bypass. Dan is het wel echt gevaarlijk. Dan heeft crypto dus heel veel invloed op de lange adem van Poetin. Ja. En nee, dan vind ik dat dan, of het nou desinformatie het bloed is wat naar het hart stroomt, of crypto het bloed is wat naar het hart stroomt, dan moet je wel, als jij die ader bent, dan moet je daar wel een keuze in maken. Maar dan maak je dus zeg echt... dan gewoon, wij vinden dat we helemaal onafhankelijk moeten zijn en we gaan niemand reguleren, want we staan voor een bepaalde vorm van... Maar dan verwacht je dus van zowel Facebook, Meta als Binance, dat ze een... politieke, misschien moet ik zelf zeggen, een militaire keuze maken. Ja. Want ik heb toevallig net een cryptocast opgenomen waarin we dit soort dingen ook hebben besproken. En toen hadden we het erover dat we het vreselijk leuk vinden dat Oekraïne donaties krijgt in crypto. Je zei net 20 miljoen, maar het was al 36 als ik me niet vergis. Dat voor een land trouwens, Kines is me dat terzijde. Ja, maar goed, het is leuk. Hè? Oekraïne wordt dwars gezeten, maar met crypto ook. Dat is een reddende levensader. Ja. Terwijl we tegelijkertijd verwachten dat als Rusland die crypto ook als reddingsboei gebruikt, dat dan door een Binance wordt tegengehouden. Ja, maar ik vind prima. Waar ik een beetje naar zoek is, en dat is toch de morele kant. Eigenlijk zit ik heel simpel in de wedstrijd. Ik vind dat Poetin slechter is dan Oekraïne. Dat vind ik ook. Dat vind ik. Ja. Dus als ik dat vind, dan bouwt mijn hoofd een argumentatie op die zegt, ja, laten we dan Poetin dwars gaan zitten. Als Poetin kan worden dwarsgezeten door crypto of door Meta, ja, dan wil ik dat gebeurt. En dan kan je volgens mij, ja, Kees, is het niet nodig, moeten ze niet onafhankelijk blijven? Ja, dat zeiden we ook niet. Laat ik de vergelijking met de Tweede Wereldoorlog niet maken, want dat is altijd een beetje flauw. Nee, maar Poetin is toch echt wel van een bepaalde categorie kwaadaardigheid, dat ik wel vind dat iedereen die daar wat tegen kan doen, zichzelf toch echt wel even in de spiegel moet aankijken. En dat dus ook moet doen. Zo zit ik erin. Ja. Zo kijk ik ernaar. Ja. En dat is ook waarom we Baudet bijvoorbeeld verwijten dat hij pro-Russisch is. Dat vinden we, omdat we vinden dat eigenlijk, ja, hij is dus voor de slechte kant. Daarom zijn we daar zo kwaad over.
Dus ja, je moet wel laten zien waar je staat, denk ik, waarbij in een groot conflict in de wereld. Waarbij gewoon de misschien wel de toekomst van de democratie in het gedrang kan komen. Ja, dat is een goed punt. Het is allemaal hybride, zo'n oorlog, heb je goed uitgelegd. Het is te vergelijken met, wat was het jaartal ook weer, in elk geval van de appeasement. Ik geloof 1936 dat, Hitler een stuk van Tsjechoslowakije annexeerde en Chamberlain daar niet tegen optrad. 38, dankjewel Daniel. Daniel, die is een historische kennis. Ja, jongen, is die 1 miljoen al gecheckt? Die 1 miljoen... Ik zal kijken. Goed. Ja, dus met dat niveau. En dus ik ben het ook wel met je eens. Maar het is altijd ingewikkeld. Ja, Ben. Het is een hybride oorlog. Dat heb je heel goed uitgelegd. Wat speelt nu? Wat zijn elementen die zwaarder wegen dan andere elementen? En dan wilde eigenlijk naartoe van... Hoe belangrijk is cyber nu, de digitalisering, nu in de hele oorlogsvoering? In vergelijking met vroeger sowieso. Maar is het nu zo van, het gaat helemaal niet om al die bommen van Rusland? Nee, als de hele wereld op cybergebied Oekraïne helpt, en Oekraïne is zelf ook vrij goed in cyber, gaat dat het winnen? Met goede desinformatie, dat je nog meer mensen erbij hebt. Ik denk dat het aantal doden nog steeds voor het grootste deel is toe te wijzen aan ouderwetse fysieke bommen, geweren, tanks en noem het dan maar op. Dat is mij ook zo tegengevallen, dat we nu, weet je, we hebben het weer over bommen. Het is zo primitief. Ja. Nee, en je hebt het over een vijand, dat je de ene een beetje... Nou goed. Ja, maar uiteindelijk is een digitale aanval eigenlijk ook zoiets. Je laat iets uitbranden. Je hebt het zelf over een dam gehad. Je laat een ziekenhuis. Het is eigenlijk hetzelfde, alleen via een andere weg. Dus het een is dat je met een afstandsoverbruggend iets een bom ergens neer kan zetten. Je kan ook met een tank die afstand overbruggen. Uiteindelijk moet je afstand overbruggen. En de vraag is, hoe overbrug je afstand? En met digitalisering kun je tegenwoordig ook via de digitale stelsel, wat gewoon een fysiek stelsel is, kun je ook afstand overbruggen. Zo zie ik dat. Ik kom ook op die vraag, omdat nu Elon Musk heeft Starlink en je zag die eerste ontvangers ook. Weet je, werden in ontvangst genomen. Hoe snel die trouwens die zo'n vrachtwagen daar heeft gekregen. Mooie mensen hadden... als ik snel internet, hartstikke mooi. Ik vroeg me af van, hoe belangrijk is dat dan om die oorlog te winnen? Of is het fijn dat ze kunnen blijven Netflixen? Dat was een beetje wat door mijn hoofd ging. Of is het echt noodzakelijk dat we online blijven in Oekraïne? Het hele digitale, van de oorlogsvoering tot de desinformatie, tot het in beeld brengen, is natuurlijk allemaal wel echt een hele belangrijke laag van deze oorlog. Alleen hoe belangrijk, weten we pas achteraf. Ja. Dat kunnen we nu nog niet beoordelen. Ja. Het is niet zichtbaar. We weten dat. Daar gaan we echt reconstructies van krijgen. Het voorbeeld wat ik altijd noem. Dat is ook een man die ik heb leren kennen tijdens Oekraïne-dingen. Thierry Boudet haalde op een gegeven moment 130.000 stemmen in Nederland. En achteraf werd pas duidelijk dat hij een briljante Facebook-campagne had. Terwijl Jan Roos, die net zo populair was in de hele Oekraïne-referendum met zijn matrozenpetje, die haalde maar iets van 40.000 stemmen. En die kwam niet eens in de Kamer. Achteraf was pas duidelijk wat de impact was van heel slim inkopen op Facebook. Dat heeft echt het grote verschil gemaakt. Niemand zag dat op dat moment. Iedereen dacht, ja, die gaat echt geen zetel aan. Die had een bam, 130.000 stemmen. Hoe is het in hemelsnaam mogelijk? Nou, dat is nu hier ook het aandeel of de impact of de belangrijkheid van de digitale aspecten van deze oorlog kunnen we nu nog niet helemaal beoordelen, denk ik. Dat is nog te vroeg. Maar hoe de loop van de geschiedenis dus bepaald wordt door het goed inkopen van campagnes op Facebook. Ja, maar daar mag je als technoloog natuurlijk nooit verbaasd mee over. Nee, maar daar ben je al 6 jaar of 7 jaar mee aan de poort aan het rammelen. 5. Maar constateren. Ja, maar voor mijn gevoel al bijna 7 jaar doen jullie. Ja, dat is waar. Maar constateren dat zo is natuurlijk. Hij moet een keer Facebook advertenties gaan kopen. Nou, als experiment moeten we dat doen. Nee, als experiment zou ik het best wel leuk vinden. Je hebt zoveel luisteraars nu. Nee, Roes heeft nog uitgelegd dat het een zekere route is. Dus je hebt nu zoveel luisteraars. Hoeveel heb je er dan als je dat even een maand... Even 10.000 euro per maand Ik ben nu ook over die vraag aan het nadenken. Ik ben van Facebook afgegaan en dan blijf ik ook af. Ook al? Ja, ik zit alleen op LinkedIn. En nu niet. Ik heb Twitter mijn account nog wel, hoor. Ik heb geen Facebook-account meer, maar ik heb nog wel een Twitter-account. Niet op TikTok nog eens? Nee, mijn dochter wel. Dus we zitten eigenlijk ook op TikTok. BNR zit ook op TikTok tegenwoordig, hè? Ja. Maar goed. Nou, okay. Maar je wilde iets over zeggen? Je zit erover na te denken dat...
Nou, dat zeg maar, stel nou dat ik heb nu gewoon een eenmanszaak, loopt als een trein, maar stel dat ik nou zou willen uitbreiden, zou ik dan ook weer via digitale kanalen mijn naamsbekendheid omhoog moeten gaan krikken? Dat soort vragen. Er zitten natuurlijk bij politieke partijen altijd mensen over na te denken. Klopt. Hebben we nog een vraag? Nee. Nee, dan gaan we stoppen. Leuk, Kees. Kees, dankjewel. Kees Verhoeven, eigenaar van bureau Digitale Zaken. Maar je was even het afgelopen uur minister van Digitale Zaken van verschillende landen. Ja, je had echt talentje, hoor. En hoe snel schakelen. Oké, dit was Technoloog nummer 274. Allemaal bedankt en tot de volgende Technoloog. Hoi.